Ja, welkom bij het AT5 Drukte-debat. Amsterdam is ongekend populair. Het is natuurlijk een mooie stad met een breed aanbod van hotels, gevoel van vrijheid, een goede sfeer en ook een groot aanbod van culturele evenementen en plekken waar we naartoe kunnen. Het zorgt ervoor dat het steeds drukker wordt in de stad. En de verwachting is dat het alleen maar drukker gaat worden. Volgens burgemeester Van der Laan staan we daarom voor de fundamentele keuze. Wat voor een stad willen we eigenlijk zijn? Nou, op die vraag gaan we vandaag proberen antwoord te geven. En dat gebeurt onder andere hier achter mij. Daar wordt druk gedebatteerd bij mijn collega Martijn de Geven. Dankjewel, Saïda. Een middag met allerlei mensen aan tafel. Ondernemers, bewoners, maar ook bestuurders. Eén bewoner wil ik graag meteen even mee tot richten. Dat is de heer Schilfink. Waar zit u? Daar. Waar woont u? Lange Niezel, op het Wallengebied. Hoe lang woont u er al? Ik woon 25 jaar. Dan heeft u ook ongetwijfeld de ontwikkeling gezien van die drukte. Ja, dus voorheen hadden we de dealers en de verslaafden. Die zijn op een gegeven moment vertrokken naar het ketenaanpak. Dat is een fantastisch project van de overheid. Daarna kwam een soort, noem ik maar even, interbellum. Er was er even niks, 3 jaar. En nu is de nieuwe vijand tussen aanhalingstekens gekomen. Dat zijn eigenlijk de bezoekers, de toeristen. En ja, dat wordt steeds meer. Ja. U woont op zo'n plek en u noemt deze mensen al de vijand? Nou ja, tussen aanhalingstekens. Want ik woon er graag en ik zie ze graag komen. Het enige waar ik de noodklok voor luid is dat het gewoon onveilig wordt. En ook onwoonbaar. In het weekend ga ik graag de stad uit, omdat het te veel wordt. We komen later bij u terug. Ja. Tot zover. Ik meld u vast dat wij het einde van deze uitzending niemand minder dan de wethouder Economische Zaken, mevrouw Ollongren, hier aan tafel hebben. En dat betekent dat we aan haar natuurlijk de grote vraag gaan stellen. Wat nu? Maar voordat we zover zijn, eerst terug naar Saïdi. Ja, dankjewel Martijn. Zometeen inderdaad meer debatten bij jou aan tafel. Bij mij aan tafel de mensen die drukte als inspiratiebron gebruiken. Maar voordat we gaan beginnen, eerst de cijfers op een rijtje. Waar hebben we het eigenlijk over? Amsterdam is ongekend populair. Het aantal bezoekers naar de stad is toegenomen tot ruim 17 miljoen. De helft daarvan komt uit Nederland. Door groei en toeristen is de drukte in de afgelopen 5 jaar verdubbeld. In juli 2016 waren er 459 hotels. 10 jaar geleden waren dat er nog 351. Met ruim 31.000 hotelkamers en bijna 67.000 bedden. Meer dan de helft van de hotelcapaciteit is in het centrum. Voor 2017 wordt verwacht dat er voor het eerst iedere maand meer dan 1 miljoen overnachtingen in de stad zullen zijn. In 2012 waren dat er nog 616.000. Er is eigenlijk geen laag- of hoogseizoen meer qua toerisme. Het hele jaar door wordt de stad erg druk bezocht. En waar komen al die mensen voor? De top 3. Het Rijksmuseum, Anne Frank en de rondvaart door de grachtengordel. En naar schatting 1,5 miljoen toeristen gaan tijdens hun verblijf naar een koffieshop. Ja, nu echt tijd om daarover verder te praten. Martijn, je gaat het hebben over verblijf in de stad. Dankjewel, Saïda. Wij hebben aan tafel 3 heren. Robin Labrijn, voorzitter bewonersplatform 1013, oftewel de Haarlemmerstraatbuurt. Ja, de Haarlemmerbuurt, inderdaad. Hoe lang woont u daar al? Meer dan 10 jaar. Naast u zit de heer Dirk Minnebo. Hij is de oprichter van IMBNB. Dat lijkt op Airbnb en het heeft er ook alles mee te maken. U bent een zogenaamd sleutelbedrijf. Wat houdt dat in? Wij helpen mensen die hun huis verhuren op Airbnb of andere platforms om eigenlijk alles goed te regelen. Dus van schoonmaak tot check-in, alles. Maar u bent een zelfstandige organisatie? Maar 70% van uw omzet heeft u ongeveer te danken aan Airbnb. Mag ik het zo samenvatten? Zo mag je het samenvatten, goed. Ja. Andere kant van de tafel, Frits Hoefnagel. Wethouder geweest hier in Amsterdam, financiën. Maar ook de man van City Marketing en Amsterdam. En daarna wethouder in Den Haag. Ik kom zo bij u, maar eerst naar deze kant van de tafel even. We hebben net daar 1 verhaal gehoord van de heer Schilfink over de Wallen. Zoals hij dat heeft zien veranderen. Uw buurt ligt niet zo in het centrum als zijn buurt. Maar wat heeft u voor uw neus zien plaatsvinden? Nou ja, dat ligt er een beetje hoe je dat bekijkt, hè, hoe dat in het centrum ligt. We liggen beide aan de weerszijde van het Centraal Station. Wat je bij ons in de buurt zeker ziet, is ook een enorme toename van het aantal goedkope toeristen, zeg maar. Dus de drank- en drugstoeristen die naar de buurt toe trekken. En wat je bij ons heel veel hebt gezien. Dat loopt 1 op 1. Een goedkope toerist is garantie voor drank en drugs? Bijna wel in Amsterdam, ja. Okay. Ja. Wat je bij ons in de buurt heel veel ziet, is gewoon woningonttrekking. Dat betekent dat de illegale hotels zich vestigen op plaatsen waar normaal een Amsterdam zou kunnen wonen. Airbnb hebben we het over. Airbnb, maar ook andere platforms. Ja. Maar wat gebeurt er dan met zo'n buurt?
Wat je eigenlijk ziet is dat zo'n buurt, de gewone Amsterdam blijft weg uit zo'n buurt. Je ziet dat zo'n buurt eigenlijk alleen maar bevolkt wordt door toeristen, steeds meer en meer en meer. Amsterdammers voelen zich daar niet zo prettig bij als het zo druk en zo vol is. Daarnaast heb je in de Haarlemmerstraat ook nu het probleem dat er de continue harswalm die er hangt. Amsterdammers blijven weg. Wat je daardoor ziet is ook dat de middenstanders, die zich niet richten op het toerisme, dat die ten onder dreigen te gaan. Ja. De leuke winkeltjes, zeg maar, waar ja, de daar komen ze uitgebreid terug. Ik wil het even hebben bewoners hebben. Want wat gebeurt er als u dus geen echte buren meer heeft, als in wisselend elke keer ander type toeristen? Wat gebeurt er dan? Nou, als je dat pal naast je hebt, of je hebt dat onder of boven je, dan is het gewoon niet prettig wonen. Want je hebt niemand die je ergens op kunt aanspreken. Ik ga hier onderbreken, meneer Minnebo. Jullie hebben niet voor de eerste keer dat jullie de degens kruisen hier aan tafel. U bent eigenlijk een bedrijf, dus als eigenaar van zo'n woning kan je de sleutel aan u geven en dan zorgt u eigenlijk voor alles. Ja, zorgt dat de toeristen erin gaan, dat ze het netjes weer achterlaten en levert u de sleutel weer in. Ja. Bent u de afgelopen jaren, sinds dat debat over drukte in de stad, bent u anders over uw werk gaan denken? Niet per se. Toen wij 3 jaar geleden begonnen, toen zijn we eigenlijk meteen naar de gemeente gegaan en hebben gezegd, nou, wat zijn de regels, hoe werkt het en wat kunnen we doen? En we hebben wat gezegd, we willen het op een verantwoorde manier verhuren. Dus wat mijn buurman net zegt is heel terecht. Als je buren had en die gaan uit het huis en er zitten alleen nog maar toeristen, ja, dat is natuurlijk super vervelend. Ik wil ook niet 4 blowende Engelsen boven me hebben wonen. Wat wij doen is, wij verhuren de huis van mensen zelf die daar wonen. Dat doen we of tijdelijk, maximaal 60 dagen, of gedeeltelijk, als bed and breakfast. En die mensen die willen het liefst zelf geen overlast, want het is in hun eigen huis. Ja. Dus er werd al even gerefereerd naar goedkope toeristen. Maar als je dus een particuliere woning hebt en je gaat voor 60 dagen, ga je je huis verhuren. En vervolgens zeg je, ja, maar ik wil niet dat er overlast komt. 60 dagen je woning verlaten, dan onttrek je toch bijna aan die verantwoordelijkheid? Nou, dat weet ik niet. Als jij steward bent of piloot of vrachtwagenchauffeur, dan ben je ook 60 dagen van huis. Als je deels in een andere stad werkt, ben je misschien vaker van huis. Als je een wereldreis maakt, ben je langer van huis. Dat blijft je woning en mensen willen ook terugkeren naar een woning die heel is. En daarom screenen wij ook de gasten, geven kaartjes aan de buren, juist om die overlast te voorkomen. Maar snapt u iets van de kritiek? Want jullie hebben al vaak met elkaar gesproken, maar deze discussie popt nog op. Het is niet voor niks dat we er vanavond zo met elkaar over praten. Snapt u iets van de irritatie en ook de woede zelfs? Nee, natuurlijk. Ja, ik woon ook in Amsterdam, dus ik zie het ook. Ik woon in het centrum. Maar de woede zit in drukte en in goedkope toeristen en mensen die alleen maar blowen en alleen maar suipen en eigenlijk scheid hebben aan de stad. En wat wij eigenlijk zien is dat onze gasten dat niet hebben, ook omdat we daarop screenen. De gemiddelde prijs in een hotel is ongeveer €105. Bij ons ligt het veel hoger, dus die budgettoeristen, daar hebben wij eigenlijk niet. Daar ga ik straks nog ruim over praten. Frits Hoefnagel, hoe beluistert u deze discussie eigenlijk? Want u bent toch eigenlijk de man die zo'n succesvolle marketingcampagne neerzet. Misschien gaan we als stad samen onder druk door uw succes. Nou, dank voor dat compliment. Nou, het is maar hoe je dat bekijkt, dat compliment. Het is misschien wat erg veel eer. Overigens is Amsterdam bedacht door Kessels Kramer, hè? Niet door mij. Maar ik tot heb zover de bescheidenheid van het mogen invoeren. Nou ja, je ziet dus dat het is een groot succes, maar heeft een andere kant. En daar moet je natuurlijk op letten. Ik snap heel goed, die meneer die zegt van ik woon in de Lange Niezel, dit is me te druk. Nou, dat zou ik ook vinden als ik daar zou wonen. En ik snap ook heel goed dat als je in de Haarlemmerstraat woont, daar zitten volgens mij inmiddels 7 koffieshops. Ja. Nou, je kan je afvragen of dat nou wel goed beleid is. Kijk, 1 of 2, Allah, maar 7. Ja, als je daar dan woont, snap ik wel dat je zegt, hé, daar gaat mijn buurt. Maar het begrip drukte in de stad, dat is ook een vraag die we vandaag willen beantwoorden. Is het te druk op dit moment in de stad? Nou, het is soms op sommige plekken te druk. En je kan ook kijken op wie richten we ons nou eigenlijk. Dat drugstoerisme zorgt voor veel overlast. En dan heb ik niet alleen het over het feit dat die mensen niet aanspreekbaar zijn. Maar geven nauwelijks ook geld uit. Maar we zien ook, dat zagen we net in die cijfers, 17 miljoen toeristen. Terwijl, en niet iedereen heeft een slaapplek nodig. Want inderdaad, de helft komt uit Nederland. Dus de meesten gaan dan ook wel weer terug daarvan. Maar het aantal hotels is natuurlijk niet meegegroeid. En die hoeven niet allemaal in de binnenstad te staan. Sterker nog, als iemand vanuit Amerika hier naartoe komt,
is die vaak al, wat zullen we zeggen, 10, 12 uur onderweg. Dus waarom zou iemand dan niet een half uurtje naar zijn hotel kunnen? Nou, als je een half uurtje reist, zit je al in Leiden. Maar wat vindt u van het idee dan van de, wat er nu natuurlijk gelanceerd is, de hotelstop? Dus de bestaande projecten mogen afgerond worden, maar nieuwe aanvragen, die krijgen het antwoord nee, tenzij. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik heel verstandig, maar niet om te zeggen, je mag helemaal niet, maar wel om te zeggen, niet in de binnenstad. Ga lekker daar buiten. Als wij een vakantie boeken naar Londen of Parijs en we moeten 40 minuten met de metro, dan zeggen we, nou, het klopt inderdaad wat er in die folder staat. Het is lekker dicht bij het centrum. Maar in Amsterdam moet opeens iedereen meteen rondom de Dam zitten. Ik ga je onderbreken. Jesse Burger zit in het publiek, daar op de tweede rij. Er komt een microfoon naar u toe. Daar is hij. Nog ietsje verder, dan kunnen we er ook voor staan. Nog iets verder, ja, daar zijn we. Dag mevrouw, goed dat u er bent. Waar woont u? Ik woon zelf in de Nieuwmarktbuurt. Hoe lang al? Mijn hele leven, dus dat is nu 43 jaar. Ja. Dat lijkt me een troosteloos iets als zelfs u zo geïrriteerd raakt dat u zelfs overweegt te gaan verhuizen, heb ik begrepen. Nou, wat heel erg veranderd is, is dat ik heb een grote liefde voor mijn buurt. Ik heb altijd gezegd, ik ga hier nooit weg. Maar dat ik de laatste tijd wel steeds meer merk dat mijn buurt niet meer is. Dus hetgeen waar ik eigenlijk verliefd op ben, dat stukje, dat raakt steeds meer verloren. En denk ik van, nou, misschien dat ik dat stukje nog wel in Noord vind, of hè, een beetje dat de RAVO-randjes daarbuiten. Het kan ook zijn dat je bij een gegeven moment in een bepaalde fase van je leven wat beter tegen drukte kan dan in de andere fase. Oh, ik heb zelf in de binnenstad ook gewoond. Ik moet er nu niet meer echt zelf aan denken, om het eerlijk te zeggen. Dus als ik aan u die vraag stel, dat je zegt, misschien dat u 10 jaar geleden drukte in de stad anders ervaarde dan nu? Nou, nee. Ik denk dat het toch wel. Ik irriteer me trouwens ook mateloos aan het woord drugstoerisme en laagwaardig toerisme. Want ik ben zelf ook 17 geweest en op vakantie geweest in Spanje. En toen had ik ook een budget van tientje. Maar je komt op latere leeftijd, kom je terug in die stad met je gezin en kinderen. Goed. En dat is een groot verschil met het bustoerisme wat je nu ziet. Dat zijn mensen die komen als een stel sprinkhanen je buurt in en vertrekken daarna weer en komen, zet een checklist. Ik ga je onderbreken. Dank voor tot zover. Kom later bij je terug. Je kan ook misschien zeggen, laten we toch maar even de andere kant van het spectrum bekijken, Frits. Misschien moet je eigenlijk zeggen, nou, zoals we dat nu in gemengde binnenstad hebben, wonen, uitgaan, kunst, cultuur. Ja, dat je zegt, nou, misschien moet dat wonen in de binnenstad, moeten we maar daar anders naar gaan kijken. Want de vraag die de burgemeester hier stelt, in wat voor stad willen we wonen en wat voor stad zijn we? Nee, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Staat wonen in de binnenstad onder druk? Ja, maar dat heeft het altijd ook al gestaan. Dus dat is helemaal niet nieuw. Maar ik vind het echt onzin om te zeggen dat iemand die al 40 jaar in de binnenstad woont, dat die weg moet. Ik vind het wat anders. Het zijn wel verhalen allemaal waar de leefbaarheid onder druk staat. Ik vind het wat anders van mensen die hier 2 jaar geleden zijn komen wonen en daarna gaan lopen klagen dat er elk jaar een gay pride wordt georganiseerd. Dan denk ik, hallo Sir Piet, had even jezelf voorbereid. Maar mensen met klachten, die moet je gewoon serieus nemen. En als die klacht terecht is, dan moet je handhaven. Volgens mij is dat ook het grote, de grote oplossing, ook voor de burgemeester. Handhaven en de afspraken nakomen. Hij heeft zelf gezegd, gewaarschuwd, reken er maar op dat het nog veel drukker wordt. Er staan tientallen miljoenen Chinezen op doorbreken naar de middeninkomens. Die gaan doen wat wij ook zijn gaan doen. Reizen. Meneer Lebrun, drukte, steeds drukkere stad. Chinezen komen eraan als ze al niet onderweg zijn. Ja. Als je gewoon handhaaft, hebben we dan nog wel een probleem? Nou ja, nog steeds wel. Want kijk, je krijgt zulke grote aantallen naar Amsterdam toe en dat past niet overal gewoon in de stad. Kijk, dan kan je misschien op Museumplein cursus kwijt. Dan heb je grote open ruimte. Maar als je dat zo op meneer zei, de Lange Niezel. Ja, dat is zo'n smal straatje. En dan wil je ze allemaal doorheen gaan lopen duwen. Ja, dat gaat een keer mis natuurlijk daar. Ik wil het laatste punt bij u neerleggen. Er is natuurlijk een grote discussie met het gemeentebestuur wat in debat is met Airbnb. Een onderhandeling zou je kunnen zeggen. En Airbnb weigert tot op heden openheid van zaken te geven over wie, waar, wanneer nou zijn huis verhuurt. Wat zou u ervan vinden? Ik begrijp dat ik uw brood en uw beleggen nu raak. Dat je op een gegeven moment als gemeentebestuur zegt, nou ja, als jullie dat weigeren, dan weigeren wij jullie hier in de stad. Ja, ik vind dat helemaal niet heel gek. We bepalen als stad wat we willen in de stad. En we zijn de baas van onze eigen stad. Dat is niet Airbnb, dat is niet Wimdo, dat is niet een ander platform. Maar ik kan me uit een eerder debat herinneren dat u nog wel wat moeite had om alle informatie van uzelf prijs te geven.
Ja, zeker. Nou, kijk, ik wil het maar doen. Waarom, u vertelt nu dat u ja, ik wil wel daarvoor bent? Op de juiste voorwaarden natuurlijk. Kijk, als ik nu alle adressen geef, dat is ons geld. En je kan je voorstellen dat de concurrenten overal een briefje in de bus doen. Nee, kom bij ons en vice versa. Maar als dat op een goede manier geregeld wordt, of je maakt een overkoepelend hotelregister waar overigens ook over gesproken wordt. En dat geeft de gemeente inzichten om beter het toerisme te regelen. Ja, natuurlijk ben ik daarvoor. Als we het met z'n allen op een goede manier kunnen doen, beter. Dan, maar deelt u dan ook de conclusie dat als het nu zoals het nu loopt, het steeds meer wordt, steeds meer dat Airbnb steeds aantrekkelijker wordt, dat je eigenlijk zegt dat is een weg die uiteindelijk gewoon tot escalatie en implosie misschien wel leidt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk als je kijkt naar wat voor toeristen wil je in de stad en waar wil je ze. Nee, je refereerde al, niet alle hotels hoeven in de binnenstad. We hebben het de hele tijd over de Wallen waar het heel druk is. Ja, onze klanten zitten er niet. Die zitten eigenlijk om de stad heen. Dat gaat van Noord tot Amstelveen. En het zijn toeristen die langer blijven en vaker terugkomen. Dus dat zijn niet de tourbus-toeristen waar net over genoemd wordt. Want ja, een tourbus past niet in een appartement. Het zijn de mensen die op avontuur gaan, die zelf de stad willen ontdekken. En die eigenlijk op hele andere plekken komen dan op de Wallen. Gaan ze ook heen. Maar... Meneer de Bruin, het slotstuk van deze uitzending is dat we de wethouder Economische Zaken, mevrouw Ollengren, hier hebben. Ja. We gaan natuurlijk vragen welke maatregelen zij al in gang heeft gezet, maar ook welke ze misschien nog gaat nemen. Wat zou u graag zien dat daar als antwoord wordt gegeven? Nou, ik denk dat de eerste Amsterdam maar eens even goed moet bepalen van wat voor soort bezoeker wil je hier hebben. Je ziet nu heel veel dat bezoekers gewoon doelloos een beetje door de stad heen lopen. Waardoor op sommige punten heel erg druk wordt. Maar mijn vraag was even welke maatregelen u graag ziet dat er genomen worden. Nou, wat ik wil zien is dat de gemeente inderdaad... dus kijk van waar wil je met deze stad naartoe? En ga er dan ook eens echt aan werken. Niet met half zachte maatregelen. Er aan werken. Welke maatregelen zou u graag zien? Nou, onder andere dat je de registratie krijgt voor huizenbezitters die nu verhuren. Zeg maar middels een platform of welke manier dan ook. Coffeeshops, Frits Hoefnagel... Betere spreiding nu. Er zitten nu te veel eigenlijk op een aantal locaties in de stad te dicht op elkaar. Waardoor je een bepaald type bezoeker aantrekt. En ik denk inderdaad van ja, als je nu nog de hotels, bijvoorbeeld in de binnenstad. Ik zou niet tenzij, maar gewoon totale stop nu. Totale stop. Ook niet verder uitbreiden, wat nu nog wel steeds mogelijk is. Ik hoor een heel matig klein zwak applausje hier ergens in mijn dode hoek. Frits Hoefnagel, zelfde vraag. Ja, dat is heel goed. Frits Hoefnagel, zelfde vraag even. Je gaf die koffieshopschapje aan. Wat vind jij dat er nu moet gebeuren? Nou, ik denk dat je op die momenten dat het te druk is, op die plekken gewoon maatregelen moet nemen. Dus dan gewoon ook beperken van hoeveel mensen mogen er op dit moment hier naartoe. Dat gebeurt tijdens evenementen ook. Dus op het moment dat je weet dat het een weekend heel erg druk wordt, waarom zou je dat dan niet kunnen doen? En de afspraken handhaven. Gewoon kijken wat er kan. Kijken wat er gebeurt. En als er dan een klacht binnenkomt en die is terecht, prima. Maar de andere kant van de medaille is niet meer luisteren naar die zeurpieten. Want die komen alleen maar hier naartoe en denken dat de stad zich aan hun aanpast. Terwijl als jij hier komt wonen in deze mooie stad, dan pas jij je aan de stad. En een zeurpiet is in uw beleving iemand die pas kort in de stad heeft, woont en geen recht van spreken heeft om te klagen over drukte? Ja, die boven een café gaat wonen en dat vindt hij fijn, want hij heeft geen tuin. Maar dan kan hij wel op het terras zitten, maar het terras mag alleen open zijn als hij dorst heeft. Nou, zo werkt het niet. Frits Hoefnagel, Dirk Middenbo en Robert Lewijn. Dank u allen. Is projectleider van de Stad in Balans. Hij doet namens de gemeente onderzoek naar de drukte in de stad. Want wat is drukte en is het wel te druk of maken we ons vooral heel erg druk? Waarom geef je de drukte op dit plein een 8? Omdat het best wel, het is best wel druk eigenlijk. Er lopen heel veel mensen, je hoort ook heel veel lawaai. Sommige mensen schreeuwen wel. Als je niet door kan lopen en zo, dan vind ik wel vervelend. We hebben onderzoek gedaan naar beleving van drukte in de stad en ook kloppen de feiten nou met de beleving. En er kwam bijvoorbeeld uit dat mensen het Osdorpplein als heel druk ervaren, terwijl getalsmatig wij daar helemaal niet zoveel mensen zien. Wat de achterliggende oorzaken zijn, dat weten we niet precies, maar dat ligt ook aan het plein en de samenstelling. Bij de pontjes zie je eigenlijk een enorme explosie van het aantal mensen wat van en naar Noord reizen. Er zijn lang niet meer bewoners die in de stad werken en hier overdag heen gaan. Het zijn toeristen die hier komen, het zijn bussen die hier laden en lossen, het zijn nu brommers die hier komen. En daarmee is het hier ook veel drukker geworden. Ik zie gewoon dat het per week gewoon steeds drukker wordt en je hebt momenten dat je gewoon niet die pont kan nemen. Even gezellig die drukte.
Ik maak vaak een praatje met de mensen. Om soms gewoon red ik de pont niet, terwijl ik er wel al sta. Gewoon puur door de drukte. Als ik hier drukte zou willen definiëren, is het hoe snel kom ik hier doorheen. Terwijl op het Osdorpplein gaat het meer om wie loopt daar rond, wie maakt daar geluid, welke groepen zijn daar. Daar zou je niet zoveel toeristen vinden. Hier stommelen toeristen misschien tussen mensen door die naar huis willen. Dat veroorzaakt ergernis, ze hebben een ander tempo. Het is zo massaal allemaal. En je komt ook de stad in heel massaal. Er zijn heel veel toeristen nu met Pasen, vind ik het echt niet te doen. Ja, dan zijn er in Amsterdam natuurlijk ook altijd mensen te vinden die ideeën bedenken op de drukte. Ik heb twee mannen daar bij mij aan tafel staan. Mark Lohmeijer van het GVB en Wouter Veldhuis. Om met jou te beginnen. Stadforum, wat houdt er precies in? Stadforum is een adviesraad voor de gemeente Amsterdam. Die ideeën ophaalt uit de stad en zelf ideeën verzint. En die naar de bestuurders en de gemeenteraad brengt. Ja, en we zagen net dat bord voorbij komen van 0 tot en met 10. Welk gevoel hadden jullie toen jullie over de grachten liepen? Een 4. Oké, valt nog mee. Want jullie plan, of een van jullie plannen, is om de parkeerplaatsen op te heffen bij de grachten. Ja, ik zie enorm veel ruimte in de binnenstad. En die binnenstad wordt alleen heel erg verkeerd gebruikt. Dus het is een hele grote parkeerplaats. De kostbaarste grachten van Amsterdam zijn openluchtparkeergarages. En als we die auto's weghalen, een stuk of 10.000 schatten we in, dan ontstaat er heel veel ruimte en lucht in de binnenstad om mooie dingen te doen. Ja, en heel veel boze autobezitters in de binnenstad, lijkt me dan. Boze bewoners mogelijk. Ja. Maar wij denken dat die in de parkeergarages kunnen staan, die nu door de bezoekers worden gebruikt. Dus die bezoekers mogen ver weg van de binnenstad lekker parkeren en van het GVB gebruik maken. Garages voor de wordt bewoners. Wordt hier geklapt achter, hoor ik. En de openbare ruimte van de grachten voor de bewoners en de mensen in de stad. Ja. Maar ga je dan niet juist heel erg aanpassen aan die toeristen? Wordt het dan niet juist een Venetië? Nee, want ruimte maken is één. En dan vervolgens moet je die ruimte geven aan mensen wie toehoort. En wij denken dat die ruimte voor een heel groot deel aan de bewoners en de ondernemers in de stad gegeven kan worden. En dan niet aan de bezoekers. En als we dan helemaal vrij mogen dromen over de toekomst, moet het dan niet helemaal voetgangersgebied worden? Je moet altijd ergens met de auto kunnen komen. De mensen die naar ons komen zeggen altijd, oh, maar ik ben invalide of ik ben ziek of er wordt een kind geboren. Dus de auto moet er altijd kunnen komen. Dat is goed. Maar hij moet niet meer stilstaan in de binnenstad. Hij moet gewoon lekker ergens anders parkeren. En op wat voor termijn gaat dit gebeuren als in jullie ligt? Dit kan morgen. Echt letterlijk morgen. Ja, maar jullie hebben wat contact op de Stopera. Ja. Gaan ze ervoor open? Nou, misschien overmorgen dan. Nee, wat mij betreft is dit een concreet punt voor het collegeonderhandeling voor volgende 4 jaar. Gewoon een concreet actiepunt waar we echt overmorgen mee kunnen beginnen. Nou, zometeen gaat Martijn verder praten met twee wethouders die er misschien wat meer over kunnen vertellen. Meneer Lohmeijer, dat klinkt jullie misschien wel als muziek in de oren. Dat betekent meer betalende reizigers bij het GVB als dit doorgaat. Jazeker, en die moeten natuurlijk ook vervoerd worden. Dat betekent dat we moeten blijven bewegen. En bewegen is voor ons heel belangrijk, want dan kunnen we de mensen brengen waar ze willen zijn. En daar hebben we hulp bij nodig. Doorstroomteams kunnen we daarvoor inzetten. Zodat ja, daar zijn jullie nu mee begonnen al, toch? We hebben een pilot uitgevoerd om te kijken hoe goed het werkt. En doorstroomteams betekent mensen die helpen bij instappen, die vragen beantwoorden. En verkeersregelaars die zorgen dat het verkeer bijvoorbeeld op het Centraal Station beter begeleid wordt. Ja. En dat helpt enorm. Ja, en welke andere plekken gebeurt dat? Ik heb het nog niet gezien. Nou, bijvoorbeeld op het Leidseplein kan het ook helpen. Maar eigenlijk alle drukke plekken kun je dit doen en dat helpt echt. Het is ook echt nodig. We moeten nu mee in de stad mee in gesprek gaan om te zorgen dat het goed komt. Ja, want in hoeverre merken jullie dat als GVB'ers dat het echt is toegenomen, die drukte in de stad? Nou, net zoveel als iedereen. We zien het verkeer toenemen. We zien de drukte in de trams toenemen. Natuurlijk in de binnenstad op bepaalde plekken, op bepaalde tijdstippen kun je er bijna niet meer doorkomen. Maar het belangrijkste is dat wij blijven rijden en dat is soms niet meer mogelijk. Ja. Die doorstroomteams nog even. Is dat echt ook een oplossing voor op de lange termijn? Nee, zeker niet. Dat helpt op de korte termijn. Dat is iets wat we nu kunnen doen. Op de lange termijn hebben we bijvoorbeeld gewoon meer trams nodig. Meer trams helpt natuurlijk. Dus we hebben nu een bestelling lopen. Maar is het ook niet een beetje ouderwets, die trams? Moeten we niet gewoon allemaal over op die metro? Dat zou zeker ook helpen als we met de metro gaan rijden. Dus meer metro helpt ook absoluut. Maar dat kost nog veel meer tijd om dat te doen. Maar meer trams is zeker niet ouderwets. Je hebt heel veel vervoer nodig. En dat de tram voorziet er als geen ander in. Dankjewel. We gaan ook kijken naar een van jullie trambestuurders, Noordien. Die rijdt op lijn 1 naar Osdorp. Ik merk dat de laatste jaren zeker veel drukker is geworden. Niet in een bepaalde tijden van de dag, maar eigenlijk van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. En ik kan het zo direct merken dat als ik geen belsignaal geef, dan gaat er gewoon iemand aan de kant. Zoals deze nu ook met de rug naar me toe. Ik kom gewoon niet door.
tramrijden doe ik al 16 jaar op verschillende lijnen. Elke dag maak je verschillende gevaarlijke situaties. Je bent voorkomen bezig aanrijdingen te voorkomen. Vanaf begin tot eind van je dienst. Hier is het altijd raak. Maar hier kom je natuurlijk ook weer iedereen en alles tegen. Bussen, trams, voetgangers, taxis. Nu kan ik de drukte gelukkig nog aan. Voor mij is het gewoon hoe drukker, hoe gekker. Hoe gekker, hoe beter. Ga je al? Dan heb ik 3 keer aangebeld en toch hoort hij me niet. Dat scheelde niet veel, verkeerswethouderlidjes. Nee, niet veel, nee. Nee. Goed dat u er bent, de wethouder. Naast u zit Walter Ploos van Amstel. U bent eigenlijk om 2 redenen hier uitgenodigd. Allereerst natuurlijk lector City Logistics. Oftewel, u houdt zich druk bezig en verdiept zich in logistiek van grote steden. Ja, absoluut. En u bent bewoner van een bijzondere plek. Namelijk een plek met overzicht op die drukte. De Prins Hendrikkade en de Gelderse Kade. Ja. Ik kijk uit over het Stationsplein. Iedere dag 300.000 voetgangers, kleine 25.000 fietsers en nog een paar duizend auto's. Ja, lekker druk plekje. En u trekt ook een heel vrolijk gezicht bij. Ik vind het geweldig. Een heel mooi uitzicht. Ik kan me niks beter wensen. Zelfs de zonsondergang in de zomer, prachtig rood. Alleen als ik beneden kom, dan denk ik wel eens, help, wat gebeurt er nu? Komen we zo op terug. Andere kant van de tafel. De politieagent, goed dat u bij hem bent. Jan Pronker, politiechef. Jarenlang ook werkzaam geweest in die binnenstad. 10 jaar. Ja. Wat zegt u? 10 jaar. 10 jaar, dan heeft u ook recht van spreken. Het is goed dat u aan tafel zit. Wat is de laatste keer dat de drukte in de stad, op welke plek of welk evenement dan ook, eigenlijk jullie werk als politieagent zodanig bemoeilijkte dat daardoor de veiligheid gewoon in het gedrang is? Nou, 2 jaar geleden hebben we 1 keer de Kalfstraat af moeten sluiten met kerstmis. Toen was het echt veel te vol, konden de mensen de winkel niet meer uit en niet meer in. En eigenlijk is het elk weekend wel spannend voor ons in het Wallengebied. Wat is spannend? Welke spanning hangt in de lucht? Dat de collega's, als het echt nood is, heel moeilijk te plaatsen kunnen komen om mensen te helpen of een aanhouding te verrichten. Of in ieder geval datgene kunnen doen wat ze moeten doen. Dus in eerdere tafel hier hadden we het over handhaving. Maar dat zijn momenten dat er niks te handhaven valt voor u. Op dat soort momenten is het eigenlijk onmogelijk. Ja. We hebben het nog niet gehad over rare escalatiemomenten. Ik denk bijvoorbeeld aan de Damschreeuwer. De dodenherdenking, iemand die daar helemaal losging en begon te schreeuwen. Paniek, niemand wist wat er aan de hand was. Nou, in combinatie met een grote drukte waar u vervolgens niet ter plaatse kan komen. Nou, is dat natuurlijk een hele bijzondere situatie. Omdat er toen volmaakte stilte was. En die schreeuw werd ook gerelateerd aan het incident in Apeldoorn. Dus ik denk niet dat we dat allemaal met elkaar op één hoop moeten gooien en makkelijk kunnen vergelijken. Maar de situatie is natuurlijk wel zo. Dat als het overvol is in de straten en wij moeten erg, en dat geldt niet alleen voor de politie, maar dat geldt ook voor de brandweer en voor de ambulance. Wij moeten ergens snel bijkomen dat er ook met zwaarlicht en sirene heel moeilijk door te komen is. Maar we hebben nu 17 miljoen bezoekers. En als we de grafiek doortrekken, gaan we richting de 25 miljoen. En u heeft net uitgelegd dat af en toe dan ook uw werk onder druk staat. Wat betekent zo'n stijging? Nou, ik wil het niet nog erger maken, maar ik ben ervan overtuigd dat de stad groot genoeg is om heel veel mensen op te vangen. Dat hebben we ook gezien met Koninginnedag en nu Koningsdag. Door het spreidingsbeleid kan die stad veel meer hebben. Het probleem zit maar alleen in het feit dat die 17 miljoen mensen over het algemeen het smalle strookje Amsterdam zoeken tussen het Centraal Station en de musea. En dat is dus het probleem. En dat betekent volgens mij dat we echt heel goed na moeten denken of die ongebreidelde groei wel door kan gaan. En wij zijn van mening van niet. Nee, u geeft niet alleen de vraag, stelt u geeft ook meteen het antwoord gewoon erbij, hè? Dus u zegt eigenlijk, de stad zou het aantal wel aankunnen, mits het veel beter verspreid is over de stad. En dan kom ik bij de lector logistiek kom ik uit. Ja, want de mensen laten zich natuurlijk niet spreiden. Ik kom net van een weekend Barcelona, ik durf het haast niet te vertellen. En dan wil je een aantal van de highlights zien. En al mijn vrienden die hier komen uit het buitenland, die willen de Wallen zien, die willen de Dam zien. Dus je laat zich niet zonder meer spreiden. Maar als je kijkt naar de inrichting van de stad, dan hebben we best een issue. Want ik vind het jammer dat de discussie nu gaat over gevaar. En de discussie zou moeten gaan over leefbaar. Want dat is natuurlijk wat er echt speelt op die wallen, want die wallen zijn in gevaar. Nou, 1 ding is, je kunt dat enorme aantal niet zomaar oplossen. Wat we wel kunnen doen, is we geven meer ruimte aan die enorme massa. Als je in de stad kijkt, dan hebben we de ruimte raar verdeeld. Ja, maar even, het is nog wel belangrijk om van hier van de wetenschap aan tafel te horen. Dat u zegt eigenlijk zo'n spreidingsbeleid, waar toch veel oren naar hangen, zegt u is kansloos. Spreidingsbeleid in Amsterdam op deze manier is kansloos. In Barcelona zijn de locaties meer verspreid. In Parijs zijn de locaties meer verspreid. In Londen. Wij stoppen iedereen, maar dat doen we ook met maatregelen gericht op mobiliteit. Een van de boeiende dingen is dat alle touringcars geconcentreerd worden, bijvoorbeeld rond de Prins Hendrikkade.
De rondvaartsector de komende 5 jaar wordt vanwege de aanleg van de entree geconcentreerd. Dus we moeten gaan nadenken hoe we dat soort stromen anders inrichten. Wij jagen iedereen vanaf Schiphol naar Station Centraal. Waar maken we niet van Station Zuid? Maar het zou natuurlijk een rare gewaarwording zijn als we nu zouden vaststellen, daar moeten we over gaan nadenken, zo naar de toekomst toe. Dit probleem loopt al een tijdje. Over nagedacht. En iemand die daar forselijk mee bezig is. En mee bezig is om ook over na te denken hoe dat... Ja, ik wou zeggen betaald, maar ik zit het nog net in. Meneer Litjes. Is de binnenstad van Amsterdam over 5 à 10 jaar autovrij? Nou, ik verwacht niet dat de binnenstad van Amsterdam over 5 à 10 jaar autovrij is. Dat die auto... Omdat ik net als een van de sprekers zojuist heb horen zeggen, het belangrijk vindt dat auto's in de binnenstad moeten kunnen komen. Waarom? Maar niet op elke plek. Waarom is dat belangrijk? Omdat er een heleboel redenen zijn. Er zijn mensen die in de binnenstad wonen en die aangewezen zijn op een auto. Ook die mensen die al heel lang in Amsterdam wonen. Maar je kan toch zeggen, recht van spreken als je hebben. Echt in het hartje centrum van Amsterdam woont, is de nieuwe consequentie, dan kun je geen auto daar voor de deur hebben. Je kan een auto hebben en je kan daar ook met de auto komen. Je kan er ook iemand afzetten, je kan er iemand oppikken voor de deur. Ja. Maar het betekent inderdaad niet dat je voor de deur een parkeerplaats hebt. Dus als het aan u ligt, zal de binnenstad nooit autovrij worden? Ik zeg niet dat die nooit autovrij zal worden. Ik denk dat over 10 jaar de binnenstad van Amsterdam een stuk autoluwer is dan die nu is. En daar zijn we nu al stappen naar aan het zetten. Interessante zaak is even natuurlijk. Als VVD-wethouder is dat ingewikkeld om de auto op een of andere manier de stad uit te jagen, toch? Nou, ik ben niet bezig om een bepaalde vervoersmiddel de stad uit te jagen. Wat wij moeten doen is kijken hoe we die vierkante meters openbare ruimte die we hebben in Amsterdam, en dat worden er niet meer, die steeds efficiënter gaan benutten met al die extra toeristen en al die extra bezoekers. Een van uw laatste beleidsmaatregelen is dat u de munt autovrij gemaakt heeft. Ja. En daar viel mij aan op, is dat het niet tot enorme demonstraties en publieke irritatie leidde. Wat toch een centraal punt in de binnenstad waar vele auto's altijd langs reden. Ja, nou, er rijden nog steeds auto's langs. Wat minder dan voorheen inderdaad. Ja. En wat je nu ziet is dat er meer ruimte is voor voetgangers. Dat er meer ruimte is voor fietsers. En dat de auto's die er zijn, dat die doorgaans rijden. En niet alleen maar stilstaan. Nou, ik denk dat dat uiteindelijk voor zowel de voetganger als de fietser, als de mensen die daar in de buurt wonen, prettig is. Maar ook voor de automobilist die ergens moet zijn en weet dat hij in ieder geval door kan rijden in plaats van stil kan staan. Ik ga naar Roy Gelders. Hij is van de Rode Loper Centrumsloper. Die zit daar. Er komt nu een microfoon naar u toe. Want wat gebeurde er toen de wethouder in ieder geval de munt autoluw maakte? Laat ik het dan maar zo formuleren. Wat gebeurde er? Nou, in eerste instantie hebben we behoorlijk protest aangetekend. De eerste ideeën die er waren om de munt af te sluiten, was er heel veel omrijverkeer. Waardoor de vervuiling met name ontzettend toenam. Dat is aangetoond. Tweede voorstel, wat heel veel verder ging, Blauwburg afsluiten, noem maar op, single autoluw of zelfs afsluiten, blijkt nu uit de cijfers dat er heel veel positieve getallen naar voren komen. Dus minder verkeer, meer verkeer over de grachten, meer verkeer over de S100, meer verkeer over de Valkenburgstraat. Desalniettemin. Dus de maatregelen hebben iets opgelost, maar eigenlijk zijn de problemen verspreid. Het is een beetje de klassieke waterbedconstructie. Je drukt ergens iets naar beneden en dan bij deze manier voor de deur plopt hij weer omhoog. Ja, en de vraag is een klein beetje of hij in dezelfde hevigheid daar omhoog plopt of niet. En wij hebben de indruk, maar we zijn met een pilot bezig. Hè. Het duurt ook eventjes. We houden dat de komende tijd ook goed in de gaten. We gaan de komende tijd goed tellen of het inderdaad zo is dat al dat verkeer wat er voorheen op de munt reed, of dat inderdaad verspreid wordt over de stad, of dat er ook minder verkeer is. We hebben namelijk sterk de indruk dat er minder verkeer is als gevolg van die maatregel. Als ik naar u kijk, u maakt allemaal studie vergelijk met andere steden, net terug Barcelona. Ziet u nou echt een aantal maatregelen van u zegt, die kan je zo mee aan de slag, die heb ik ook uit het buitenland gezien, die zijn succesvol, waar wij als gemeente Amsterdam... Ja, absoluut. Noem eens een paar. Die we morgen kunnen beginnen zijn touringcars buiten het centrum afhandelen. Dan hebben we enorm ruimte in beslag, en dat is ook van dat flitstoerisme wat nu over de wallen wordt gejaagd. Tweede is... Lidjes, die kunnen we afvinken deze ochtend. Ja, het viel mij op dat de heer Plaas van Amstel precies wist hoeveel fietsers, voetgangers en auto's er langs reden bij hem voor, maar niet een aantal touringcars. Ja hoor, 460 gemiddeld. Mag ik net zeggen. Dat geslaagd voor de overhoring, u mag door. Nummer 2. De auto heeft natuurlijk ook een functie in de stad. Ook ik ga wel eens met een taxi. Je wil soms je boodschappen doen. Er zijn mensen inclusief, willen inclusief een stad zijn. Maar die auto kan ook buiten de stad of buiten de stadsring parkeren. Het liefst onder de grond, want
Ja, dat mag best wat duurder zijn. Nummer drie is, we moeten nadenken over de rol van de fiets in hartje binnenstad. Waar maken we de Warmoestraat, Zeedijk, de Gelderskade? We hebben geweldige fietsroutes, voorkeurnetten. Waarom gaan we niet anders denken over die drukte op straat? Want dat is ook heel veel irritatie die tot drukte leidt. Laten we dit meteen, ik hou van een concreet meteen uitvoerbaar en direct te doen. Nou, die van die touringcars zijn we mee bezig. Hè? Wat wij graag Die andere twee, die hadden was al geparkeerd. Die andere twee punten. Dus ondergronds parkeren, fietsen op een andere manier. En nummer vier is taxis alleen maar de stad in. Op basis van de belafspraak. Ja. Plafond rondjes rijden. Ja. Nou, dat is een hele interessante. Die kan als de landelijke wetgeving gewijzigd wordt. En dat is iets waar we wel mee aan de slag zijn. En nummer vijf is, we moeten vrachtverkeer. Wat een kwart is van het verkeer in de binnenstad. Al die bestelbusjes. 80% van de bestelverkeer in de stad komt maar met één zending de binnenstad in. Dat moeten we gaan bundelen. Maar dit kleine elektrische. Dit getal zag ik ook. Ik heb wat papierwerk van u doorgenomen. Dat is natuurlijk een onwaarschijnlijk percentage. Onwaarschijnlijk. 80% van de vrachtwagens die de stad in gaan, slechts één product op één locatie. Dus niks bundelen buiten de stad en dan op een goede elektrische wagen. Daar loopt een hele agenda stedelijke logistiek op. Nee, ik nu even de wethouder. Maar daar dat is toch nieuws, direct uitvoerbaar. Daar loopt een hele agenda stedelijke logistiek op. Nee, dat is zonder flauwekul. We zijn bezig om te kijken of we dat samen met bedrijven, met ondernemers ook in de stad die daar gebruik van maken, die aangewezen zijn op goederenvervoer, op goede bevoorrading, of we daar goede afspraken over kunnen maken. En daarbij hoort ook inderdaad. Maar dat is toch de dialoog. Je kan op een gegeven moment ook als gemeentebestuur zeggen: dit is wat wij beslissen en de rest past zich nu aan. De grap is dat een heleboel interessante innovaties op het gebied van goederenvervoer bijvoorbeeld en van logistiek, van bevoorrading, pakjes, bezorgdienst, et cetera, door bedrijven bedacht worden en niet door de overheid. En dat is denk ik iets wat we moeten koesteren. We zien nu voorbeelden van hartstikke mooie locaties in de stad. Maar dan zegt u daarmee dat we wachten tot bedrijven met innovatie komen waar wij dan beleid op maken? En wat dacht u dat wij gingen zitten wachten tot bedrijven? Nou, dacht u dat bedrijven... wij hoeven helemaal niet te wachten op bedrijven die... bedrijven zijn iedere dag bezig met innoveren. Ja, maar het lijkt toch wel een simpel dossier. Hè? Het weghalen van touringcars betekent een heel andere structuur voor de rondvaartsector. En misschien wel heel andere aanlegplekken. Maar misschien ook wel heel andere overnachtingsplekken voor de boten. Ik ga naar een ondernemer in het publiek. Marco Dijkhuis, eigenaar van Sluizer in de Utrechtse straat. Die zit daar. Dag meneer. Dag. U heeft een restaurant. Ja, dat klopt. Nou, lekker. Lekker wordt er al gezegd hier aan de overkant. Als u dit gesprek zo volgt. En ook de maatregelen en de vragen die erbij horen. Wat zou dat betekenen voor u? Nou, wat mijn gasten vooral ervaren is dat niet oplossingen zijn voordat de maatregelen genomen worden. Dus mensen worden wel in mijn geval de Utrechtse straat kunnen inrijden. Dan zetten mensen voor de deur af. Ik ga even parkeren. Nou, Rembrandtplein afgesloten, Blauwbrug afgesloten. Probeer die parkeergarage maar te vinden. Bel er drie kwartier later op. Begin maar vast met eten, want ik weet nog steeds niet waar ik zit. Want we gaan zo naar de opera, whatever. Er zijn geen oplossingen voordat de maatregelen genomen worden. En dat is niet echt vriendelijk voor de stad. En ik vind dat we als stad gewoon vriendelijk moeten zijn naar onze bezoekers. Als mensen 's avonds laat eten, ik kan wel zeggen, ja, parkeer maar lekker ver buiten de stad. Probeer daar dan ook maar nog in de nacht nog te komen. En probeer dan nog maar weg te komen. Maar als er dus goede vervoersmogelijkheden zouden zijn, dus van buiten de stad parkeren en dan dus bijvoorbeeld naar uw restaurant de Utrechtstraat, dan zou je natuurlijk ook naar de consequentie kunnen gaan dat je zegt, als jij wil eten, bijvoorbeeld bij u in Sluizer, Utrechtstraat, dan is het niet logisch dat je daar met de auto naartoe gaat. Dan moet je ook niet verbazen dat je daar slecht kan parkeren. Nee, maar er zijn wel mensen die ook inderdaad, wat de meneer zegt, als bewoner graag willen worden afgezet, omdat ze misschien moeilijker te been zijn alles. Dan moet je ook wel gewoon de doorgang hebben daarna naar een parkeergarage of wat dan ook. Als je dan zegt van ja, ik ga iemand afzetten en dan ga ik daarna eventjes een half uur terugrijden en daarna weer met het openbaar vervoer proberen terug te komen. Dat is niet echt vriendelijk. Piet Leekje, want dat is natuurlijk wel waar je mee te maken hebt. Je kan allemaal wel beleid maken, maar toch heb je al die ondernemers met hun eigen verhalen en hun eigen... Dat heb je ook. Ja. Voor mensen die naar een Utrechtse straat willen, zou ik zeggen, parkeer je auto in de PNR bij de RAI en stap daar in de tram. Dat is wel een manier om naar de binnenstad te komen zonder dat je aan en hoge parkeertarieven gebonden zit en heel lang moet rondrijden om een parkeerplek te zoeken. Maar nou ga ik toch, dat is een beetje flauw misschien, maar ik ga toch zeggen, als je in Amsterdam een beetje weet hoe je moet rijden, kan je eigenlijk overal met de auto komen. Je kan ook overal met de auto komen. Maar is dat reëel? Is dat reëel? Nou, dat weet ik niet. En daarom zei ik, je kan waarschijnlijk overal met de auto komen, maar niet langs iedere route en niet op ieder gewenst moment. En dat is een van de maatregelen die we hebben genomen bij de Munt. We hebben gezegd, je kan nog steeds op de Munt komen, je kan nog steeds op de Dam komen, over het Rokin en het Damrak. Alleen niet meer via de Vijzelstraat. Dat doe je via een andere route. Nou, wij waren heel erg bang voor een enorme terugslag van verkeer op de Amstel richting Blauwbrug. Nou, dat is uitgebleven. Dus we zien dat die maatregel wel werkt. Andere plekken levert die inderdaad extra verkeer op, maar niet zodanig dat we moeten zeggen, jongens, hier moet nu echt meteen een maatregel genomen worden. Ik ga tot slot, Jan Pronker. Wat zijn voor u de grootste risicogebieden? De wallen,
De Kalverstraat? De Wallen, de Kalverstraat en de Leidsestraat. En de Leidsestraat te meer omdat we het hebben en over heel veel mensen die daar lopen in twee stromen. Hè. Zowel naar de buitenkant als naar de binnenkant van de stad. En de trams die daar doorheen moeten. Dus waar we over na moeten denken is hoe we al die verschillende stromen beter kunnen reguleren. En natuurlijk, ik snap het gemotoriseerd vervoer en de fietsers. Maar we moeten ook nadenken over hoe we voetgangersstromen kunnen reguleren of verleiden. Om ze andere routes te laten nemen dan de bekende of de kortste route. Als men naar het Rijksmuseum moet gaan, kan ik denk ik hele mooie routes door Amsterdam bedenken. Die de Leidsestraat weer kunnen ontlasten. Daar moeten we ook heel goed naar kijken. Waarvan akte. Tot zover. Ik dank u alle drie hartelijk. Ja, en ik heb weer twee mensen bij mij aan tafel die ideeën hebben bedacht naar aanleiding van die drukte. Loni Scharenborg en Joris de Leeuw. Jullie hebben een app ontwikkeld, maar ik wil met jou beginnen, Loni. Jullie hebben een initiatief gestart bij de Negen Straatjes op het gebied van afvalverwerking. Kun je er wat meer over vertellen? Ja. Nou, afvalverwerking, afvalafvoer. Afvalafvoer, pardon. Ja. Wat je ziet, bedrijfsafval. We horen hier heel vaak over hoe kan je drukte voorkomen, minder rijbewegingen. Er staat heel veel te veranderen voor de stad wat betreft afval, wat betreft CO2. Dat is ook een grote ergernis, hè, onder Amsterdammers. Afval die toeristen achterlaten. Ja. Misschien Amsterdammers zelf. Dit gaat echt over bedrijfsafval. Wat je ziet in de hele grachtgordel, in de hele binnenstad eigenlijk, dat de markt daar aan het werk is en het bedrijfsafval ophaalt. Dat betekent dat ondernemers natuurlijk zo leuk mogelijke voorwaarden wil en de inzamelaars willen graag zoveel mogelijk contracten. Dus dat betekent dat er heel wat door de grachtgordel, door de binnenstad wordt gecrossed zonder dat het eigenlijk nodig is. Iedereen. En wat is de oplossing volgens jullie? De oplossing is dat we dat graag via de gracht zouden willen doen. En we hebben daar ook beelden van, want hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dit is ontworpen door Peter Doeswijk van ondernemersvereniging De Vijzel, onderdeel van de Grachtengordel Verenigde Ondernemers. En hij zo moet het eruit gaan zien. Dit is bijvoorbeeld een vuilniswagen op een boot. De grachten zijn ooit ontworpen ook als infrastructurele oplossing. Dus wij zeggen, doe dat weer terug. Er rijden nu 100 jaar vrachtwagens rond. Die zorgen eigenlijk voor heel veel overlast in allerlei vormen. En dat valt beter op te lossen door dat via de gracht te doen. Ja, dat snap ik wel. Maar als je het dan hebt over die drukke zomerdagen, dan is het ook minstens zo druk op de grachten. Wat moeten we dan doen? Ja, ik heb gelezen dat watervisie van de stad Amsterdam ook zegt dat de grachten niet alleen gebruikt moeten worden voor toeristen en rondvaart, maar ook juist als nut voor bewoners en ondernemers. Dus ik denk dat dit voorrang kan hebben boven de rondvaartboot. Ja, en per wanneer gaan we dat dan zien? Dat zou heel leuk zijn. Er is even de boot van Mokum Maritiem die hier heel erg geschikt voor is. Dat is nogal moeilijk om die heel erg hiervoor in te zetten. Er zijn wel plannen ook dat de stad zelf ook met boten zou gaan werken om het afval in te zamelen. Maar dit jaar al? Dat zou leuk zijn, dat is wel de bedoeling. Ja. Kunnen we misschien ook nog zo meteen voorleggen, Martijn. Naast jou, Joris de Leeuw, jullie hebben een app ontwikkeld, ja. Wijzer. En dat moet ervoor zorgen dat toeristen zich meer gaan spreiden. Maar ik wil even weten, hoe werkt dat dan precies? Stel je voor, we hebben net gehoord, de toeristen gaan allemaal naar dezelfde plekken toe. Anne Frankhuis en het Rijksmuseum staan vaak in de top 3. Stel je voor, ik ben een toerist, ik sta bij het Anne Frankhuis en ik wil naar het Rijksmuseum. Ik open jullie app en dan? Onze app is in tegenstelling, er zijn heel veel reisapps en dat zijn vaak gewoon lijstjes met wat je kunt gaan doen in jouw omgeving. En je hebt Google Maps. En Google Maps is een blauw bolletje op een kaart wat je volgt. En ja, je bent eigenlijk naar je telefoon aan het kijken en een blauw bolletje aan het volgen. Nou, wij willen mensen uitdagen om iets meer avontuurlijk door zijn stad te gaan bewegen. En daar hebben we een app voor ontwikkeld. En dat is eigenlijk niets meer dan een kompas wat jou wijst naar jouw volgende bestemming. Dus Maar jullie bepalen ook de volgende bestemming? Je kunt je volgende bestemming gewoon invoeren. Dus in dit geval voer je het Rijksmuseum in. En dan zie je gewoon het Rijksmuseum is 10 minuten die kant op. Het is eigenlijk bewijs hetzelfde als aan iemand op straat vragen waar moet ik heen. En dan zegt hij nou daar en dan 10 minuten die kant op. Dat is één kant ervan. Dat zorgt ervoor dat je dus niet dat blauwe bolletje gaat volgen en eigenlijk alleen maar op die gebaande paden blijft. Want dat zie je, dat heb ik net ook aan tafel gezegd, dat mensen heel vaak op diezelfde stukken lopen. Maar dat zorgt ervoor dat mensen misschien zelfs een keer denken, nou, hier ga ik links in plaats van rechts. En dan kom ik er misschien ook wel. Misschien sta ik uiteindelijk voor een doodlopende straat en dan draai ik me weer om. En dan loop ik een andere route.
Dus dat maar is, dat... is er wel sprake van spreiding? Maar hoe krijg je die toeristen aan die app? Ja, dat is de grote uitdaging voor elk bedrijf. Daar hebben jullie vast over nagedacht als creatievelingen. Ik ben nu op tv, dus ik hoop dat iedereen hem gaat downloaden. Ik weet niet of ze in China naar AT5 kijken. Nee, maar... we gaan eerst een pilot doen met Koningsdag. Dus dan gaan we kijken of het een beetje werkt. Dit is trouwens nog een deel, want het ene is dus het navigeren. Maar het tweede is ook wat we dan noemen instant inspiration. Dus in plaats van dat je door eindeloze lijsten gaat, zoals bij TripAdvisor, krijg je eigenlijk een suggestie op het moment dat je ergens in de buurt bent. En dat, we hopen dat dat ook mensen triggert van, misschien is daar wat leuks. Hè? In het voorbeeld van Anne Frank naar Rijksmuseum. Misschien wil je wel tussendoor even wat gaan lunchen. En dan krijg de Negenstraatjes. Ja, willen jullie dat? Nog meer bezoekers bij de Negenstraatjes? Nou, bezoekers. Het is helemaal niet zo druk in de Negenstraatjes. In het weekend, maar door de week is het echt absoluut niet druk. En bovendien betekent heel veel drukte ook niet dat er hele goede omzetten worden gedraaid. Ze mogen wel bij jullie rondkomen dwalen, de toeristen. Oké. Okay. Wordt met Koningsdag dus getest. Zeker. Dankjewel. Succes allebei. Ja, donuts en Nutella winkels staan toch wel symbool voor de drukte in de stad. Maar wat is er eigenlijk mis met een donut? Kan ik u blij maken met een donut? Dat zou u wel kunnen, normaal gesproken. Maar ik heb net een broodje paling op. Ah, deze. Nee, dank je. Nee, ik hoef er geen een. Houdt u niet van donuts? Heel soms, maar ik vind het echt zo'n foute keuze om daar een Dunkin' Donut te zetten. Het is een Amerikaanse toestand, toch? Vindt u het in het straatbeeld pas hier? Nee, helemaal niet. Ik vind het een lelijke winkel, met dat felroze. Het had wat chiquer gekund. Nee, tuurlijk niet. Dat is gewoon, dit is hartstikke chic, man. Is hij lekker? Hartstikke lekker. Ik denk dat er al te veel is en dat het aanbod van deze donutwinkel negatief afstraalt op de rest van de straat en het winkelbestand. Er zitten hier veel winkeliers die al echt misschien wel 100 jaar een winkel hier hebben. Die worden hier weggedreven door de grote ketens. Dat is wel jammer, ja, dat de speciaalzaken verdwijnen. Ik hoop maar dat de boekhandel hier blijft. Ja, Martijn, de problemen zijn benoemd. Er zijn genoeg oplossingen voorbijgekomen. Inmiddels zit wethouder Kajsa Ollongren naast je. Ik ben benieuwd wat zij er allemaal van vindt. Dankjewel. Ja, naast mij, goed dat u in ons midden bent. Blijft toch eigenlijk gek, hè, wethouder Economische Zaken. Het gaat dus zo goed met de stad, wat economisch dus heel goed is. En vervolgens moet u dat weer afremmen. Dat is toch echt best gek? Nee, maar we zijn er allemaal voor om te zorgen dat Amsterdam een aantrekkelijke, een leefbare stad is en blijft. Dus ik vind dat niet zo heel gek eigenlijk. Aan de buitenkant had het toch een rare gewaarwording. Als je die trend ziet van die bezoekersaantallen, dan loopt dat gewoon hard op. Maar het leek alsof in één keer in de stad in één keer soort wakker geschud werden. Van, hè? Wat, dit is te veel, we moeten wat doen. Ja. Maar ja. Als je naar dat grafietje kijkt, zou je zeggen, ja, je had naar kunnen kijken dat je het zo door kunnen trekken. Ja, maar ik denk dat het zo is. Ik denk dat toen wij in 2014 begonnen met dit college, dat het eigenlijk nog niet zo'n issue was. In de verkiezingscampagne heeft het helemaal geen rol gespeeld. In de programma's van de partij stond eigenlijk nog, hè, we moeten verder werken aan meer toerisme naar de stad trekken. Dus dat besef is pas toen gekomen. Maar loop je dan niet automatisch achter de feiten aan? Nou ja, voor een deel wel. Want voor een deel moet je nieuw beleid inzetten. Bijvoorbeeld voor de overnachting en de hotels, de Airbnb. Wat er nog niet was. En het is niet van de ene op de andere dag dat je dingen realiseert. Dat kost tijd. Dus grip krijgen op die situatie kost tijd. Dus de mensen die zeggen, nou, ik zie je vooralsnog alleen meer. Op dit moment. Dat kost nog even tijd. Het is per onderwerp verschillend, maar het kost eigenlijk allemaal tijd. Of het nou gaat over evenementen naar andere plekken krijgen, over die hotels, waarvan we zeggen, die willen niet meer in de binnenstad. Een politieagent horen zeggen dat het af en toe gewoon echt effect op de veiligheid heeft. Ja. En dat het gemeentebestuur dan ook nog een keer zegt, we hebben eigenlijk nog geen grip op de situatie, dat kost tijd. Dat is best wel een enge situatie. Nee, maar dan moet ik toch even om het goed te zeggen. De veiligheid staat altijd voorop. En de politie zei het ook net heel goed. Als het onveilig wordt, dan grijpt de politie in. Dat hebben ze een keer gedaan, 2 jaar geleden, bij de Kalverstraat. De wallen houden we in de gaten. Want daar is het soms heel erg vol en heel erg druk. En dan hulpdiensten moeten erdoor kunnen. Ja. Waar ik het over had, waar we grip op willen hebben, is grip op die groei. Op die aantallen. He, er werd net gezegd, sommige toeristen, springhaantoerisme viel, flitstoerisme. Dat is niet het toerisme waar we in Amsterdam nou vreselijk veel aan hebben. Bezoekers voor het Rijksmuseum, voor onze cafés en restaurants in de stad, die zijn meer dan welkom. Maar daar moeten we grip op krijgen, dat we de goede bezoekers krijgen. Gaat dat deze collegeperiode nog gebeuren? Of? Nou ja, we zijn volop bezig, we hebben heel veel maatregelen al ingezet. Maar we gaan er wel even door. We gaan ons richten tot al deze mensen, belanghebbenden, participanten, mensen die er verantwoordelijk voor zijn. Wie mag ik als eerste even? Ik dacht even zelf aan Nico Evers, General Manager Westcourt Hotel. Dat zijn 3 hotels. 4e is in aanbouw.
En u bent de general manager van het hotel wat hier bij de fashionfabriek zit. Dus net buiten de ring, zeg ik maar even. Correct. General manager van het Westcourt Fashion Hotel. Een hotel wat een voorbeeld is van spreiding aan de ring A10. Ja, en we hebben nog twee andere hotels. Eentje in het centrum, eentje op de Spaarndammerdijk. En we zijn een prachtig hotel aan het bouwen op de kop van Java. Oké, bij deze. Er is een hotelstop afgekondigd. En dan moet ik bij zeggen dat de bestaande projecten natuurlijk gewoon nog wel hun beslag krijgen. En de nieuwe aanbrengers, daar wordt tegen gezegd nee tenzij. Wat vindt u van die maatregel? Nou, er is nog een planvoorraad van volgens mij meer dan 100 hotels. Dus dat is nog heel veel. Ik ben ook bestuurder van... Nee, dat is nog heel veel. Ik zeg niet te veel. Ik ben ook bestuurder van Koninklijke Horeca in Nederland. En wij begrijpen dat je hotels inzet als je ze spreidt om te zorgen dat toerisme zich spreidt en zich op andere plaatsen vestigt. Ik als hotelier aan de ring A10, ik krijg altijd eerst de vraag als mensen inchecken, wat is de wifi-code? En vervolgens stellen mensen de vraag, waar is het centrum? En ik zou pleiten, en dat wil ik voorleggen aan mevrouw Oronkeren, is het misschien de mogelijkheid dat we alles binnen de ring A10 en de noordelijke IJoevers centrum noemen? Dan kan ik mijn hotelgast vertellen, het centrum is hier. En dan ontwikkelen die gebieden het Rembrandtpark, fantastisch park. Daar, als het regent, zak je dat tot in je knieën in. Dat is nu wat aangepakt. Je punt is helder, ik ga het voorleggen. Ja, prima. Wethouder. Ja, ik zeg in het buitenland altijd, Amsterdam is zo'n fantastische stad. Het is een wereldstad, maar het is pocket size. Hè? Dus natuurlijk, Amsterdam kan je in 30 minuten van oost naar west en trouwens ook van noord naar zuid fietsen. Ja. Dus het lijkt mij heel terecht om te zeggen, het centrum is veel groter dan het kleine stukje binnenstad. Wat vaak wordt aangeduid als centrum. Die hotels op, begint dat als een werking te krijgen? Absoluut, ja. We wisten wat de voorraad was. Hè. Er was toch een voorraad van meer dan 100. Dat is inmiddels minder geworden. Uiteraard ook omdat er al hotels bij zijn gekomen die geopend zijn. Maar ook omdat sommige dingen afvallen. Maar we hebben nu een veel slimmer beleid. Het is nee tenzij. Dus hele grote delen van de stad, daar kan het gewoon niet meer. Omdat we zeggen, anders raakt de balans zoek. En er zijn sommige plekken in de stad waar het nog wel kan. Maar dan geldt altijd die tenzij. En dat betekent ook dat we kijken of de buurt het ziet zitten. Okay. En of de ondernemers een goed plan hebben. Goed, ik ga naar Carla Hofschulte. Die zit daar, dacht mevrouw. Maar nu heb ik natuurlijk de grote vraag. We zitten hier met de wethouder. Ja. Die kan aan knoppen draaien. Ja. Wat zou u nou graag willen zien dat dit gemeentebestuur doet? Nou, waar wij ons zorgen over maken in de negen straatjes is dat ook die laatste winkels die nog echt wel karakteristiek zijn voor de buurt, dat die ook verdwijnen. En dat wij uiteindelijk ook, wat tot nu toe gelukkig nog niet zo is, ook steeds meer van die op massatoerisme gerichte winkels krijgen. En de 24-uurseconomie is ook iets wat we niet zouden willen. Dus ja, wij zouden graag willen dat de wethouder in gesprek gaat met bewoners en ondernemers in de buurt. Ja, ik ga u onderbreken hier, wethouder. U wordt eigenlijk gevraagd als liberaal keihard in te grijpen in de marktwerking. Ja. Nou, kijk, ik herken heel erg wat deze mevrouw schetst. Blijkbaar hebben veel bezoekers dat lokt een bepaald type ondernemerschap uit. En dat zijn vaak winkels die zich volledig richten op die bezoeker. En die dus eigenlijk niet zoveel toevoegen aan de mensen die daar wonen. Dus dat is niet bevorderlijk voor ook de kracht van het groot kapitaal, hè? Voor de leefbaarheid. Kunt u dat beteugelen? Wat kunt u doen? We gaan dat ook proberen te beteugelen. Proberen? Ja, want kijk, ik heb twee dingen gedaan. Het eerste kan relatief snel en het tweede kost weer wat tijd. Het eerste is dat je dus met de ondernemers, de bewoners en vooral ook de vastgoedeigenaren afspraken maakt. Dat je zegt, wat willen wij nou eigenlijk voor buurt zijn? Wat voor straat willen wij zijn? En laten we met elkaar kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat betekent dus ook dat vastgoedeigenaren bereid moeten zijn om te zeggen, ik ga niet per se voor de hoogste bieder, voor de huurprijs. Maar ik vind het ook belangrijk. Dat verzoekt u aan het groot kapitaal. Dat vraagt u. En als hij zegt, ik heb u gehoord, maar ik kies toch voor die extra eurotjes. Wat zegt u dan? Nou, dan hebben we gezegd, dan kunnen we opschalen. En dan kunnen we ingrijpen met regelgeving. En dat is inderdaad die branchering waar u het over hebt. Ja. Dat betekent dat je ingrijpt in de markt. Maar dan moet je wel op een slimme manier doen. He, want als ik vandaag zeg, ik verbied morgen de donutwinkels, dan komt er overmorgen een ander concept. Dus je moet een branchering in elkaar zetten via regelgeving. Die zo werkt dat je een gemengd beeld krijgt in die straat. Ook voor toeristen, maar ook voor de bewoners. Maar het punt is... Jazeker, mevrouw. San Francisco heeft bijvoorbeeld een ketenstop. Als daar ketens zich willen vestigen die wereldwijd meer dan 11 vestigingen hebben, die moeten zich aanmelden bij de gemeente. En op basis daarvan gaat de gemeente kijken, zijn jullie een meerwaarde of hebben we hier al te veel van? Dit is ook om de charme van de stad. Ik ga je even onderbreken hier. Even helder. Dus de gemeente weegt af en beslist. U wilt met al die mensen praten en ze hopelijk op
sympathie en argumenten overreden. De eerste lijn is vorm een coalitie, ook met de ondernemers en de vastgoedeigenaren. En de tweede lijn is als dat niet goed genoeg werkt, dan kan je terugvallen op branchering en regelgeving. Ik vind overigens dat idee. Je moet ook leren van wat andere steden doen, want die hebben vaak precies dezelfde problemen als wij. Wil ik daar echt bij betrekken, want dat vind ik echt interessant. En ik zou ook willen kijken hoe je meer Amsterdamse ondernemers de ruimte kunt geven op bepaalde plekken. Het punt is eigenlijk, kijk, je hebt nu, ik zal de details even daar laten, maar je hebt de omgevingswet. Dat is een kolossale wet met een enorme impact. Maar het punt is, heel veel straten in Amsterdam, winkelstraten, zullen zeggen, wat hebben die Amsterdammers het over, joh? We zouden wel willen dat zoveel mensen door onze winkelstraten lopen. Ja. Dus die wet, die is eigenlijk gemaakt voor alle steden in Nederland, behalve Amsterdam. Ja. Dus u bent gediend bij een heel ander type wet. Dat u kunt ingrijpen, bijvoorbeeld zoals in San Francisco. Ja, maar wat ik en nou de vraag wil... is even, bent u bereid een beetje bestuurlijk ongehoorzaam te zijn? Nou, dat zijn we in Amsterdam altijd. We zoeken de randen echt wel op. En de omgevingswet, wat ik juist probeer uit te leggen aan mensen in Den Haag, is dat wij binnen die omgevingswet de ruimte moeten krijgen om het in Amsterdam net een beetje anders te doen. Omdat het inderdaad anders is. Weet u hoe de Rotterdamwet ooit tot stand kwam? Ja. Zijn ze gewoon aan de slag gegaan en Den Haag volgde. Ja. Waarom doet u niet hetzelfde? Nou, maar dat is eigenlijk ook wat wij doen. Kijk, we wachten niet tot het rond is. We gaan zelf aan de slag. En als het nodig is, omdat we echt tegen de rand aanlopen, we zullen uiteindelijk toch wel de wet moeten volgen. Dat doen we in Amsterdam ook. Dan gaan we naar Den Haag en dan zeggen we hoe het moet. Maar dit noem ik even San Francisco aanpak, noem ik uw verhaal even. Daarvan zegt hij, neem ik mee. Dat klinkt van, ja... God. Nee, maar kijk, het hele plan voor de diversiteit winkelaanbod lag er. Toen kwam deze reactie. Ik kende die aanpak niet uit San Francisco, dus natuurlijk gaan we die nu betrekken hierbij. Goed. Helder. Jazeker. André roep ik ook meteen op om een opmerking te maken. Ik vind die aanpak ook heel gunstig. Waren het niet dat in de hele binnenstad bij ondernemers het water echt aan de lippen staat en er enorm veel huurstrijd gevoerd wordt en ook uitzettingsprocedures zijn. En ik denk dat daarom heb ik niet zoveel heel veel geloof in die andere methode, omdat die voorbij gaat aan de praktijk van alle dag, namelijk dat de zelfstandige ondernemer het onderspit delft. Kunt u voor deze ondernemer, die zoals beschreven, er zijn natuurlijk talloze van, kunt u daar echt concreet wat te doen buiten alle afwegingen meenemen en in een goed gesprek hopen te overtuigen? Ik die vastgoedeigenaar is cruciaal hierin. Ook voor die zelfstandige ondernemer die anders die huur niet meer kan opbrengen. Dus het in gesprek gaan met die vastgoedeigenaren is volgens mij cruciaal. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Ik zeg niet dat daarmee iedere zelfstandige ondernemer altijd zou kunnen blijven, maar dat is wel mijn inzet om dat zoveel mogelijk te maken. Maar dan moet ik het wel weten. Dus vandaar dat dat gesprek aangaan volgens mij ontzettend belangrijk is. Als je zo, eigenlijk wil ik u tot slot ook even vragen. Hè? Dus u gaf duidelijk aan, het is in één keer zo snel gegaan. Iedereen was toch eigenlijk ook een beetje overvallen in de stad. Je probeert er weer grip op te krijgen. Ik wil u tot slot eens even vragen, ervan uit dat die grip weer terugkomt. Dat we de stad weer ook van ons voelen in dat opzicht. Waar staan we over pak een beet 5 of 10 jaar? Als het om deze thema's gaat. Nou, dan zijn we nog net zo'n aantrekkelijke stad als aan het begin geschetst werd. Dat is wel ontzettend belangrijk. Maar ook een leefbare en ook een gemengde stad die wel gastvrij is. Dus ik denk dat bezoekers horen bij Amsterdam. Een stad met zoveel mooie dingen. En dan heb ik niet alleen over de grachtengordel en de musea, maar nog veel meer. Er zal altijd een plek zijn waar mensen graag naartoe komen. Maar ook een stad waar we met z'n allen graag wonen. Maar op de risico af dat het misschien wat flauw is. Maar de maatregelen die nu voorliggen, en dat zijn er echt een heleboel, dat geef ik u echt mee. Maar voelen toch een beetje als, ja, je kan misschien de groei ietsje afremmen. Maar uiteindelijk hebben we er nu 17 miljoen. En over 10 jaar zijn het er 25 miljoen. Zegt u, eigenlijk is de onderliggende boodschap ook, we willen echt wel wat doen, maar houden gewoon rekening mee dat het nog drukker wordt. Kijk, Amsterdam als stad groeit ook. Het aantal bezoekers zal ook nog groeien. Weet je, aan sommige dingen, ja, ik kan de PTA verplaatsen. Hè, de passenger terminal kan ik verplaatsen. Daarmee kan je verlichting brengen voor de binnenstad. Ik heb niet helemaal grip op de mensen die op Schiphol landen. Dus er is niet een knop waar we aan kunnen draaien en kunnen zeggen stop. Wat we echt moeten proberen te zorgen is grip krijgen op de overlastgevende onderdelen van die bezoekers. Nou, en daar geloof ik wel in. Dat gaat ons lukken. Kijk, we sluiten nu per week 3 illegale hotels. Hè, we hebben eigenlijk per maand weer zetten we een stap in een aantal maatregelen. Die hotelaanpak die is vorig jaar gestart. Die gaan we dit jaar de resultaten van zien. Soms kost het tijd. Ik snap dat ik daarmee ook vraag om geduld van mensen die soms voor hun deur zien dat het heel erg druk is. Maar uiteindelijk gaat dat stap voor stap de goede kant op en krijgen we de grip op. Airbnb, laatste waarschuwing. Als we de gegevens niet opengooien, zijn ze niet meer welkom in de stad?
Ik wil sowieso, we willen het voor Airbnb willen we zorgen even dat het registratie wordt. We willen vergunningen voor groepen. We willen vergunningen voor huurfietsen, voor segways. Het zijn allemaal dingen die we gewoon moeten zien te regelen. Want dat mag niet, hè? Nee, zeker. Dat u het wil, begrijp ik. Maar bent u nu ook op het punt beland dat u zegt, als we nu nog steeds niet de gegevens opengooien, zijn ze gewoon niet meer welkom in de stad? Maar we hebben echt een goede afspraak gemaakt met Airbnb. Dus daar krijgen we nu grip op. We moeten alleen oppassen, want het is natuurlijk niet alleen Airbnb, maar het zijn er ook andere aanbieders. En nogmaals, we sluiten 3 illegale hotels per week en meer als nodig is. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid. Is wat ik heel graag zou willen, is dat in plaats van dat de focus, ik snap dat het debat hier over drukte in de binnenstad gaat, van de bezoeker teruggaat naar de bewoner. En dat er meer ruimte komt. Dat, ik vind het niet erg dat het druk is. Ik wil die toeristen nog best wel handelen. Als ik af en toe maar het gevoel heb dat je wat terugkrijgt als bewoner. Dat er speeltuinen, openbare ruimte, dat die beschikbaar blijft voor de bewoner. En dat bijvoorbeeld oudere woningen, dat er meer ruimte wordt gemaakt voor oudere woningen, zodat je in je eigen buurt oud kan worden, zonder dat je het gevoel hebt dat je overal ondergeschikt raakt. Ik ga je onderbreken hier, omdat die punt volkomen glashelder is. In feite, als ik het zo mag samenvatten, er gaat nog steeds heel veel geld naar city marketing. En dat geld zou eigenlijk, al is het maar symbolisch, ingezet moeten worden om de bewoner weer centraal te zetten. Ophouden met city marketing, het loopt de spuigaat uit. Ja of nee? Nee, maar de bewoner staat wel centraal. Maar city marketing is ook een instrument om te zorgen voor de goede bezoekers. En trouwens, ik denk dat die mevrouw helemaal gelijk heeft. De bewoner die heeft ruimte nodig om en die moet niet bevolkt zijn door toeristen. Een van de eerste dingen die we deden als een soort experiment was een soort stadsstrandje creëren vlakbij het Centraal Station. Het was alleen maar bedoeld voor bewoners. Het is een heel klein ding en het duurde maar een paar maanden. Maar even om te laten zien dat het ons inderdaad gaat om die bewoner. Dat zal je zien. Dan ga ik richting het einde van het programma. Dan krijgen we nu allemaal mensen die nu even met goede vragen komen. Ik moet u helaas onderbreken, hoe relevant uw opmerking ook is. Zeta, we gaan terug naar jou. Ja, want wij gaan hier ongetwijfeld nog napraten. Maar ik ga wel vast afscheid nemen van u, de kijker. Dit was het AT5 drukte debat. Ik denk zeker niet de laatste keer dat we het erover gaan hebben op AT5. Zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Maar voor nu dus wel hartelijk dank voor het kijken en nog een fijne dag.